je even voorstellen? Mijn naam is Jan. Katelijn. En wat studeer je? Ik studeer commerciële economie en ik zit in mijn laatste jaar. En ik hoop het dit jaar af te ronden. Dus ja. Ik studeer commerciële economie en ik ben Danielle Aaslan. En dit is ook mijn laatste jaar. Hebben jullie zojuist een herkansing gehad? Ja, klopt. Vanochtend. En ja, het ging over het algemeen wel goed. Maar het is altijd de vraag, hè. Dus ik ben niet zeker of ik hem gehaald heb. Maar ik denk het misschien wel. Maar ja, ik durf niks te zeggen. En jij, Danielle? Ja, we hebben dezelfde tentamen gehad. En ik heb me niet zo erg goed op voorbereid. Maar ik wist nog wel veel van de vorige tentamen. Ik heb er wel een goed gevoel over, maar ja, afwachten, hè. En over welk vak hebben we het? Strategisch management. En... Okay. Ja. Ga je nog bezig voor school vandaag? Ja, wij moeten vanmorgen een artikel schrijven voor het vak marketingcommunicatie. En ja, daar gaan we straks mee bezig. En doen jullie dat samen? Ja, dat is ieder voor zich. Maar ja, we kunnen elkaar wel een beetje helpen hier en daar. Dus, en als je samen aan het werk bent, dan ben je toch iets meer gemotiveerd. Want anders ben je heel makkelijk te beïnvloeden om toch iets anders te gaan doen. Dus. En hebben jullie veel contact met andere serieuien? Ja, best wel. Over het algemeen hebben we eigenlijk de meeste contacten wel met serieuien. En waar zitten de serieuien meestal? We zitten meestal met z'n allen in het café. Of hier bij deze tafels. Ja. Even pauze houden en dan weer aan het werk. Of naar de les. Ga je vanmiddag nog van de mooie weer genieten? Nee, ik denk het niet. Ik ben druk bezig met mijn artikel voorlopig. En ja. Dus ik zit nog wel een tijdje op school. En jij, Jan? Ja, ik ook. Ik moet die artikel dus afmaken. En, maar het was 6 uur, denk ik, vandaag dat ik hier weg ben. Ja, moet wel, hè. Nou, ik wens jullie nog heel veel succes. Dank je wel.